Europese programma Storage of Energy and Power Systems is in september 2020 van start gegaan. Het initiatief biedt ondernemers van innovatieve energieopslagproducten een flinke steun in de rug bij ontsluiting van nieuwe markten in Noordwest-Europa. De provincie Overijssel is een van de medefinanciers van STEPS. STEPS is een belangrijk programma omdat het zich richt op productie en energieopslag. En dat is hartstikke belangrijk omdat je vraag en aanbod nooit echt op dezelfde plek en hetzelfde moment hebt. Dat programma dat helpt ondernemers als zij een goed idee hebben om bijvoorbeeld die opslag van energie mogelijk te maken. Of het nou is met batterijen of met brandstofcellen, van waterstof weer energie maken. Dat je dat ook kan ondersteunen. Binnen dit programma van STEPS leveren wij drie dingen. Kennis en kunde, dus bijvoorbeeld via de Universiteit Twente die meedoet. Vouchers, een stukje financiering voor innovaties. En het derde, het meest belangrijke misschien wel, is een plek waar je aan de slag kunt. Een field lab, waar een aantal voorzieningen al aanwezig zijn. Voorzieningen bijvoorbeeld voor waterstof. Dus er ligt al een waterstofinfrastructuur. Er is bijvoorbeeld een vulpunt, dus je kunt de waterstof tanken. En als jij dan als ondernemer werkt aan die nieuwe brandstofcel of aan die innovatieve accu, kan je daar aan de slag. Het is belangrijk dat wij niet de boot missen, dat wij tijdig instappen op ontwikkelingen van de toekomst. En daarbij kun je het niet alleen als ondernemer, als MKB'er, je kunt het ook niet alleen als overheid en je kunt het ook niet alleen maar als briljante onderzoeker bij de Universiteit Twente. Maar je kunt het wel samen door de kennis van die onderzoeker te brengen bij de ondernemer en als overheid dat mogelijk te maken. En dat doen wij in dit project. Ready for the next steps? Visit nweurope.eu/steps.